Als kok vind ik het vooral belangrijk dat een O4 gezellig is. Dat die warmte afgeeft, waar je lekker rond kan staan. En dat je kan bakken op een plaat en niet op een grill. Dingen die ik heel erg tof vind, dat je kan flamberen. In een grill loopt het er natuurlijk weer gewoon door. Hier kan je echt flamberen en de stoom die maakt je product dan ook weer erg heet. Zorgt dan ook weer dat je product loskomt van de bakplaat, zodanig dat het aangebakken korstje lekker loskomt en aan je vis of vlees blijft hangen en niet aan je bakplaat blijft hangen of je grill. Dus stomen, flamberen, bakken, stoven, grillen zelfs ook en de rook die er overheen dwarrelt maakt dat je eigenlijk een totaal palet aan smaakjes hebt dat je toch met niet heel veel andere dingen kan evenaren. Als kok, als chef, als cateraar, als restaurateur vind ik het super om op je terras te zitten met je gasten eromheen en ze kunnen je ook echt zien koken. Want dat heb ik straks ook gedemonstreerd. Ik was aan het koken. Ik was niet alleen vlees aan het bakken of een stukje vis aan het bakken. Ik was echt aan het koken met sausjes, met kruiden, met aroma's. En dat vind ik vooral belangrijk aan de hoofd.